Huls en Beers, welkom weer in een nieuwe video. In deze video in ieder geval even Bitcoin, de dollar en wat altcoins. Dus vind je dat leuk? Geef het zeker een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Kijk de video dan even af. In ieder geval voor alle nieuwe abonnees hartstikke bedankt voor het abonneren. En jullie weten dat mijn video's worden gesponsord door CoinMer's. CoinMer's is een heel fijne betrouwbare exchange. Ze hebben meer dan 200 coins. Dus eigenlijk alle coins die, we, die wij bespreken, die, die kun je wel bij hen traden of handen, handelen. En in ieder geval stoplos eronder zetten, om ook in ieder geval beschermd te zijn. Maar ze hebben ook een aantal andere producten voor ondersteking natuurlijk. Wat bij elke exchange natuurlijk hoort. Maar ze hebben de hoogste earning van Europa. 15% per jaar. Je kan wat experimenteren met bots. Je kan naar een fysieke winkel in Amstelveen gaan voor meer informatie. Kortom, ze zijn niet bang voor je. En ja, dus neem zeker eens een keer een bezoekje op, op hun site. Er staat een linkje van in de beschrijving. Maak je daar een account aan. Helemaal top. Dan support je ook mij. Maar ik probeer al die leuke referral inkomsten bij elkaar te sparen en dat uiteindelijk aan jullie te geven. Maar uh, ja, hartstikke bedankt voor degene die het supporten. Ik zie al dat veel dat doen. Uh, wil je nu, hun nog meer supporten? Ze zijn genomineerd voor beste cryptobroker van 2022 bij de Cash Cow Award. Uh, vind je dat natuurlijk ook de beste? Dan kun je de eerste negen punten op uh, niet, van toepassing, niet van toepassing zetten. En Kooimuur zet je natuurlijk op ja, dat is de allerbeste. In ieder geval Coinbus, hartstikke bedankt voor het sponsoren van de video's. En iedereen vergeet dan ook niet een account aan te maken. Daar help je dit kanaal enorm mee. En hartstikke bedankt daarvoor. Laten we erin duiken. Ik begin meestal met Bitcoin. En Bitcoin die is gewoon al maanden sideways aan het gaan. Dus het is voor mij een beetje. Voor mij is het sowieso altijd een beetje saai. Natuurlijk, dit gedeelte is allemaal niet saai. Maar als je. Je hebt gewoon te maken dat je. Als je naar de grote lijnen kijkt, dat je gewoon veel, veel langer moet wachten. Maar je houdt nu nog steeds dat, ja, dit, dit level. En er gaat vandaag ook weer iets meer power in. Maar ja, dat is op een kleine tijdframe. Dat geven we, dat geven we terug. Dat geven we, dat geven we terug. Dat geven we, dat geven we terug. Je blijft hier wel op een mooi level hangen. Gewoon, ik heb hier een droge gele, gele lijn getrokken voor mezelf. Uh, maar je blijft bij het level hangen. Je komt in ieder geval niet meer onder die 17.000, dat is het 1700, 700. Uh, al komt het wel onder, dat betekent niet dat je meteen door de grond heen zakt. Maar het kan zomaar een teken zijn. Net als dat het hier, hoe lang ben je nou hieronder gekomen? Als je ook op een daily gaat kijken, is deze week 1000 dollar. Je kan zomaar zo'n vuurpijl zijn. Weet je niet wat de vuurpijl is? Volg me dan en hopelijk kom je dat te weten. En heb je er vragen over, zet het in de comments. Uh, maar gaan we hier doorheen en hier zie je al die trendlijn. In die trendlijn zit je al vast vanaf 2021, november 2021 bij de bitcoin. Bij sommigen wat eerder, bij sommigen wat later, maar bij bitcoin ga je er hier 15 november, zak je er doorheen en kom je er niet meer boven. En daar blijf je nu een beetje tegen, tegenaan hikken. Je ziet dat je hier een beetje een basis hebt gemaakt, want je blijft hier gewoon maandenlang hangen, terwijl er genoeg rottig nieuws uitkomt. We hebben niet alleen met allemaal crisissen crisis te maken, maar ook. Uh, ja, eigenlijk zijn het gewoon allemaal crisissen. Allemaal drama. Ik hoop dat het voor de rest met iedereen goed gaat, natuurlijk. Uh, maar, maar je blijft op dit gedeelte hangen. Omdat je waarschijnlijk natuurlijk ook al een gigantische drop achter, je, achter de rug hebt. En omdat je dus ook die gigantische drop achter de rug hebt, betekent niet dat we nu helemaal naar de maan toe gaan, maar dan kan je wel eens wat lucht verwachten. En die drop die is 74 Maar. Hier krijg je eigenlijk een beetje lucht. Hier krijg je een beetje lucht. Niet heel veel, want het zet niet echt door. Echt een beervlek om nog laag te gaan. Ik heb nog steeds niet echt zo'n gekke bounce gezien. Die heb je hier wel gezien, wat niet heel veel zei. Omdat er niet heel veel volume in zat. Dat zie je ook beneden. Hier zie je het volumeprofiel. En eigenlijk in deze hele move is het geen volume. En dan zie je ook dat die move in één keer wordt teruggegeven. En nu ben je op het punt gekomen dus dat je... Ja, support aan het zoeken bent en hopelijk vind je er dan om een hogere move te maken. Het is gewoon heel belangrijk om dit level, en het level dat zit nu een beetje rond als ik daar... Wacht even, yes, ik zie daar die lijn. Als je dit level gewoon breekt, die, die, uh, even kijken waar zitten we, op de 20.000, 20.500, als je dat level breekt, dan kunnen we eindelijk een keer wakker worden en naar de targets naar boven kijken. Op zich doen we dat natuurlijk al de hele tijd, ik positioneer me al daarvoor natuurlijk. Het is allemaal geen financieel advies. Mijn kijk erop. Ik treed en investeerde zelf al 13 jaar in de crypto. 13 jaar vanaf 2013. En ik heb genoeg geleerd en genoeg foute dingen geleerd om je eh, hopelijk een goed beeld te kunnen geven van de wat betere dingen. En voornamelijk ook het risico erin te laten zien. Want er zit er genoeg in. En dat weet iedereen, maar niet iedereen kan het eh, je laten zien. Dus ik hou nog steeds die targets en die targets die blijven die 24.500 dollar. Eerst zullen we waarschijnlijk hier naartoe gaan, naar die 20.500, of tenminste 22.500 dollar. Eerst heb je dus de level waar, waar ik het net over had, die 20.500. En daarna heb je dit level waar je hier dus door die grond heen zakt. Of in één candle zak je in één keer van de 22.000 naar die 18.000. En. Dat ligt dus bij die 22.500 dollar. Dus dat is weer een staf van 2.000 dollar. En dan heb je dit level, die uh, 24.500. En dan heb, je, heb ik nog die 26.000 vanuit die kleinere targets. Oh, ik pak even de verkeerde, maar voor degenen die me volgen, die weten welke targets het zijn. En dan heb je die 28.000, .29 29.000 dollar. Voor die 0.382. En dan wil ik wel eens kijken of we daar doorheen kunnen breken. En dan heb je hier die 0.68 bij die 35.000, 36.000 dollar. Dat is gewoon nog steeds even Bitcoin. Je ziet ook weer aan de onderkant. En ik wilde even de onderkant laten zien, maar. Waar zijn we? Ik ben de weg even kwijt. Aan de onderkant zie je de dollarindex. En die zie je weer op een daily. nu een bearish, en co- een candle geven. Ik zeg nog helemaal niks, want het is nog steeds zo sterk als ik weet niet wat. En dat komt waarschijnlijk doordat iedereen in de dollar duikt. Dus het past daarvoor op. En laten we gelijk ook naar de alts gaan. En bij de alts moet je natuurlijk ook oppassen. Zo zie je, we zijn alleen maar gestegen met de dollarindex. Dat is dollar tegenover alles. Tegen alle, tegenover alle currencies. En ja, tegenover alles in de wereld. Um, heel even snel nog de die ik gisteren had. QT. die maakte als enige mooie move nog vandaag. En een mooie move. En volgens mij hadden we niet deze chart. Maar bij deze zie je in ieder geval al de kleinere. Bij de kleinere plaatjes zie je meteen dat level uitgelicht bij die 0.786 en 0.83. Maar dat had ik. Bij het grotere plaatje vanuit hier hadden we ergens een kind gemeten. Ben je nu bij die 0,5? Nu vind ik die 0,5 niet echt heel veel zeggen. Ik ga hem toch heel even zoeken. Ja, deze hadden wij. Hier had je die of 2. Ik pak hier gewoon winsten. Maar ik weet niet als dat nu wat verder gaat. De spoor nog een 20%. Ik pak daarin ook nog een beetje winsten. Ik laat er echt nog wel wat in zien. Want dit ziet toch Ik vond het er hier al wat beter uitzien. Maar ook als je er kan het er soms zo super waai uitzien. Het kan alle kanten op gaan. Maar. Ik heb hier in ieder geval leuke winst uitgehaald. Want ook al had je met die add-on, en die add-on die had je hier kunnen doen: hier had je een mooie retrace naar die 0.68. Was dit toch nog een move tot die 0.382 100% of 115%. En nu zijn we dus een 160% daar vandaan. Dan heb je hier die 0.5 bij de 232, dollar, 233 dollar. En hier de 0.68 bij de 277, 280 dollar. Op het hele grote plaatje. Ik had net meteen het kleinere plaatje. Dan heb je nog de 234 dollar bij de 0,83 Het liefst zie je deze natuurlijk nu naar beneden gaan om mooiere entries te pakken. Maar nog liever zie ik hem nog veel verder gaan. Ik hoop dat iedereen er veel succes mee heeft. Ik had er nog een paar, heel snel langs die gaan. Want dat is natuurlijk even je ogen open houden. Want deze, die sprong ook dus. Laten we gewoon even zeggen: in één dag of in twee dagen. 500% en kijk hoe ver je hebt teruggezakt. Waarschijnlijk meer dan 70%. Ik kijk wel weer hier ergens beneden. Ik kan hier wat proberen of hier wat proberen. Maar ja, het ziet er echt als een pump en dump uit. Dus wees voorzichtig hiermee. Laat hem eerst maar een beetje structuur vinden. Want kijk bijvoorbeeld silica. Gelijk even een mooi voorbeeld erbij. Silica maakt ook een move van 800% of zoiets. Ook 400%. En het blijft maar laag gaan. Ook weer deze heb ik net weer een low-low gemaakt. Wel heel kort, maar je hebt het wel nog steeds. een beetje de basis. Een beetje bij die 2,9 dollar en Of de 3 dollar zijn. Excuseer. Welke hadden we nog meer? LTO. LTO is ook weer teruggekomen. Nog een stuk minder volgens mij als. Nee, hetzelfde. En ik had die FIPS dan neergezet. Kijk de VIP-video even terug van gisteren. Wellicht dat je wat dan hebt. Oeh, deze is al bijna bij de 0,786. Bij, uh, bij die 10 dollar cent. En de 9,3 cent bij de, zit bij de 0,83. Maar het liefst pak je die zo laag mogelijk. Want je ziet, het gaat echt omhoog en gelijk geeft het die move terug. Terwijl je dus QNT, zie je dus alleen maar mooier verder gaan. En dat houdt echt nog wel sterker. Maar unstore moves geven vaak 80 tot 100 terug. Dus vanuit hier groei je al. Eigenlijk vanaf, vanaf dit gedeelte, hier laat je al een square achter. Vanaf die 108 dollar. Dus als we weer terugkomen naar die 108 dollar, dan word ik weer geïnteresseerd. In ieder geval heel veel succes iedereen ermee. En toch nog even een paar aanvragen erbij. Ik wil er ook iets sneller doorheen gaan, omdat ik een korte video voor jullie wil maken. Dat was Waves, die kwam van Jordi. Jordi, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Waves is bijvoorbeeld hier doorheen gegaan. En ik zal het proberen een beetje beter te laten zien. Waves had hier die basis gemaakt. Ik zal even die box weghalen. Die box moet veel kleiner, om het duidelijk te maken. Hier heb je die baas gemaakt. En nu zak je er doorheen en je blijft maar zakken, zakken, zakken. En je moet nu maar hopen of je hier support vindt. Ik heb nu die vis vanuit hier helemaal, maar die kun je natuurlijk een kleinere plaatje vanuit hier meten. En het liefst wacht je gewoon tot hij uit deze downmove komt. Want ook weer, deze is vanaf een beetje half augustus is hij hierin gekomen in deze downmove. En je komt er maar niet uit. Dus het liefst zie je hem doorheen breken en dan nog liever een retrace maken om ergens een positie te kunnen maken. Als ik het dan een de eens ga kijken. en deze is helemaal niet gefinancierd door wat dan ook. dan zie je dat je er nu nog niet heel veel aan hebt. Misschien dat je wel van nu. je ja, ziet dat je de, aan deze nu wat meer hebt. Dit is het heel kleine plaatje. De volgende target is 3,83. 3,83. En de 0,86 zit op 4,27. Maar je bent hier ook weer best wel ver van de grond om een positie te pakken hier. Want zou ik hier bijvoorbeeld in willen gaan. nu, en ik heb er morgen bijvoorbeeld wel druk. Dan moet ik dus een stop los van 12%. Dat valt nog best mee in de crypto. Want je zag dus bij heel veel coins dat het dus best meevalt. Omdat je vrijwel op een bodem zit. Maar het is nog steeds risicovoetbal. Ik zie me liever gewoon hier doorheen gaan. Door die trendlijn heen gaan. Dus het breekt er doorheen. Een mooie retrace. En dan ergens in die retrace kopen. Heel veel succes Jordi ermee. Een andere die ik ook nog kreeg was Shiba. Shiba heb ik volgens maar een tijdje niet gedaan. Maar Shiba ging ook weer lager. En het heeft het level gepierst. Dus het heeft het level gepierst. Dus het zegt eigenlijk dat we hier naartoe gaan. Dat we deze square waar je die oranje cirkel hier zit. Dat we die wel echt gaan vullen. En die gaat helemaal tot met 5 uh, nullen. En dat is honderdduizendste. Volgens mij is dat al een miljoenste. Zeggen we een honderdduizendste. Maar nee, 4 nullen achter de komma en duizend. Tot en met daar gaat die square Dus dat is je risico. Maar gaan we naar boven. Waar we hier dus ook wat targets hebben geraakt al een aantal keren. En hier... Dan heb ik nog een 0,68 met 408,2100. Dit was even mijn video. En heb je er vragen over? Zet in de comments. Uh, vergeet ook niet een account aan te maken bij CoinMerse. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneren met die handel. Hartstikke bedankt daarvoor. En uh, heb, zijn er bijvoorbeeld kennissen, vrienden, familie die met crypto bezig zijn? Deel mijn video's. Hartstikke bedankt ook daarvoor. Ik probeer zoveel mogelijk video's voor jullie te maken. En ik hoop jullie gauw snel weer terug te zien. Adios.